50 jaar. Hij heeft ongeveer 25 jaar geleden een ongeluk gehad. Hij is halfzijdig verlamd vanuit dat ongeluk. En hij heeft vanaf dat moment besloten dat zijn zin van het leven is andere mensen te helpen. Met Asagaka heeft de gemeenschap de afgelopen 2 jaar veel activiteiten ontwikkeld en in beweging gezet. En vandaar dat de toespraak van Ahmed vandaag door mij, ik voel me heel vereerd, want hij heeft altijd hele mooie toespraken, wordt voorgelezen. Ahmed El-Nesri zegt: vrede en harmonie. De weg naar vrede is de weg naar binnen. Hier zit alles verankerd wat je nodig hebt om in vrede en harmonie te kunnen leven. Het leven is kostbaar. Het is overal, binnenin ons en overal om ons heen. Het heeft zoveel vormen. Het is belangrijk dat wij in contact blijven met het lijden in de wereld. We hebben het nodig om dat bewustzijn te voeden met velerlei middelen, geluiden, beelden, direct contact, bezoeken en verder. Om het mededogen in ons leven te houden. Goedenavond, dames en heren. Mijn naam is Lori Tasma, maar ik spreek namens Ahmed El-Nesri. Hij is de voorzitter van de multiculturele vereniging voor vriendschap Asagaka en comité Onze Hoop. Een belangrijke vereniging van migranten met een handicap of chronische ziekte en hun familieleden. Dagelijks ervaart hij in zijn naaste omgeving wat het betekent om in onvrede te leven met jezelf in je omgeving. Hoe ziet de school voor vrede er praktisch uit? Wij mensen zijn geheel opgebouwd uit niet-menselijke elementen, zoals planten, mineralen, wolken en zonneschijn. Wil ons handelen diep en waarachtig zijn, dan moeten we het ecosysteem erin betrekken. Als het milieu wordt vernield, worden de mensen ook vernietigd. Iedereen kan iets aan geweldloosheid doen, zelfs generaals in het leger. Ze kunnen bijvoorbeeld hun actie zo uitvoeren dat geen onschuldige mensen gedood worden. Om soldaten te helpen de geweldloze richting op te gaan, moeten we met ze in aanraking komen. Als we de werkelijkheid in 2 kampen verdelen, het gewelddadige en het geweldloze, en in 1 kamp gaan staan, terwijl we het andere aanvallen, zal de vrede nooit op de wereld komen. We zullen dan altijd de schuld laden op degene van wie wij denken dat zij de oorlogen en het sociale onrecht veroorzaken. Zonder de mate waarin wij zelf gewelddadig zijn te herkennen. We moeten aan onszelf werken en ook met degene die wij veroordelen als we echt effect willen hebben. Wanneer we uit woede voor de vrede werken, zullen we nooit slagen. Vrede is geen doel. Het kan nooit door niet-vreedzame middelen tot stand komen. Oorlog en het leven. Het leven geeft en het leven neemt. Vanuit gevoelens van frustratie, vaak onbewust, geven mensen zich over aan het negatieve in de vorm van wraak. Medeleven voelen is niet genoeg. We moeten het leren uitdrukken. Daarom moet liefde samengaan met begrip. Begrip en inzicht laten ons zien hoe te handelen. Onze echte vijand is vergeetachtigheid. Als we onze oplettende aandacht elke dag voeden en de zaden van vrede in onszelf en in degenen om ons heen water geven, worden we levend en kunnen we onszelf en anderen helpen om vrede en mededogen te verwezenlijken. Het leven is zo kostbaar. Maar toch laten we ons in ons dagelijks leven meestal meeslepen door deze vergeetachtigheid, door de boosheid, door de zorgen. Verstrikt in het verleden kunnen we het leven niet raken in het nu. Stop oorlog. Geen oorlog. Nergens. Nooit meer. Vrede is de tegenpool van oorlog. Vrede wordt gek genoeg niet gezien als middel, laat staan als een doel. Vrede redt mensenlevens. Vrede is ook een bron van inkomsten. Helaas nog veel voor veel te weinig mensen. De vredesmachine heeft stuurlui, monteurs en onderdelen nodig.
De olie van de vredesmachine is liefde. Liefde wint. En liefde is de weg naar vrede. En ja, vrede is de weg naar vrede. Ik roep u allen op om het pad van de vrede te bewandelen vanaf nu. Vanaf vandaag, morgen en alle dagen voor de rest van ons leven op deze mooie planeet die aarde heet. En die ons een plek heeft geboden waar wij onze diepste dromen mogen en kunnen verwezenlijken. Namelijk het scheppen van een vreedzame samenleving. Vanuit deze mens vloeien vreedzame gedachten de wereld in. En verspreiden zich als een levensgrote vredesvlek die de wereld gaat overstromen en pas klaar is op het moment dat vrede oorlog overbodig heeft gemaakt. Vrede zij met u. Vrede zij de gedachte die de moeite waard is om te legen. Assalamun walayakum shalom ali khayem. Dit zijn de woorden van Ahmed Ameski.